Armd. Zij hebben bijna de huid van de beer al verkocht voordat hij geschoten is, voor zover er beren voorkomen, tenminste op Cyprus. Gezien aan de spelers van het Nederlands elftal die door uw beeld gingen, dat 10 van de 11 erbij waren in de wedstrijd 2 weken geleden in Polen. En dat Rinus Michels, de bondscoach, heeft gekozen voor de 11e man Johnny Bosman. Terwijl u kijkt naar de TOS. Tussen de beide aanvoerders Gullit, Nederland, en Jan Koudakis, Cyprus. Dit is de opstelling van Nederland met 10 van de 11 van het succes van 2 weken geleden. En Johnny Bosman verkozen boven Hans Schilhaus voor de punt van de aanval. Johnny Bosman met 6 interlands op zijn naam. Schilhaus moet eventueel nog een aantal minuten wachten op zijn debuut. Misschien komt dat later op de avond nog. Oranje zee in het Feyenoordstadion en dat zal toch deze elf van Cyprus imponeren. Een elf opgebouwd rond de aanvoerder Jan Koudakis. En er zijn er nog 8 bij die in december in de wedstrijd op Cyprus in Limassol tegen Nederland speelden. En 1 speler die toen inviel. Ik zal u de verdere details zoveel mogelijk besparen, want het zal u in principe niet al te veel zeggen. Een van de spelers van het Cypriotische team speelt in de Griekse competitie. Maar die details komen eventueel later. De laatste keer dat Cyprus in Nederland speelde, werd het 7-1 in het Ajaxstadion. Toen kwam de ploeg uit Cyprus nog voor. Maar de debuterende coach Beenhakker stuurde toen Nederland naar een overwinning van 7-1. En u weet het, in december werd op Cyprus in Limassol 0-2 voor Nederland door doelpunten van de beide spitsen van vanavond, Johnny Bosman en Ruud Gullit. Hier staan ze. Marco van Basten is wel in het stadion aanwezig. Hij is gisteravond aangekomen uit Milaan en heeft vanmiddag de chirurg die hem eerder aan de ene enkel geopereerd heeft, geconsulteerd voor een eventuele operatie aan zijn andere enkel. En Gullit klaar en het beginsignaal is gegeven door de scheidsrechter, de heer Filippi uit Luxemburg. En Rinus Michels heeft het bij voorbaat gezegd, eerst het resultaat veiligstellen voor er aan eventuele verdere feestelijke ontwikkelingen gedacht kan worden. Want kwalificatie voor het Nederlands team voor een groot toernooi is al bijna 8 jaar geleden. Eerste goede opening op Berry van Aarle aan de rechterkant. Bosman komt in de punt van de aanval en het is alleen 0. De snelste interland goal uit de geschiedenis. Ik maak me sterk. Berry van Aarle. Weer hij, net als tot 2 maal toe in Polen met de voorbereiding aan de rechterkant. Een misser van Sokratus en Bosman die afrondt. Zijn tweede interland goal. De eerste maakte hij op Cyprus. En de 58.000, ze roepen om 10. Opnieuw Nederland. Nu Gerald Vanenburg. Richting Gullit. En voor het eerst de doelman Gary Toe, die gepasseerd werd voor hij een hand aan de bal gekregen had. Cyprus laat zich met 1 man voorin terugvallen op eigen helft. Het zal niet alleen geschrokken zijn van de entourage, maar ook van de snelle achterstand. In Polen uit
hield het toch de deur op slot en werd het 0-0. Hoeveel illusies zullen deze arme elf van het eiland nog hebben? Van Aarle. Met een droomcarrière in het Nederlands elftal tot nu toe. Vanenburg. Van Tichelen. En daar ontploft een geweldig projectiel in het strafschopgebied van Cyprus. De scheidsrechter, die dat waarschijnlijk in zijn eigen land ook niet gewend is, laat doorspelen. Terwijl de Cypriotische keeper aangeslagen in zijn doel staat. En dat kan ik me indenken ook. Want dat was een knal. Het is te hopen dat het blijft bij schade van de rookontwikkeling. Maar waarom is dit nodig? Dat zullen ook Michels en Older Ruiter zijn assistent zich afvragen. En de consternatie is groot. Na 3 minuten is de wedstrijd stilgelegd. Van Tichelen bracht de bal voor en toen was die rookontwikkeling al daar. Een geweldige knal. En nu komt de scheidsrechter naar de kant om te overleggen met Joop Vervoort, de begeleider van de scheidsrechter, om eventueel vervolg te bespreken. Eén man op de tribune, en vergeeft u me dat ik het een gek noem, die deze feestvreugde verstoort. De scheidsrechter is Roger Philippi uit Luxemburg, een 35-jarige. De toekomstige eerste man van Luxemburg dat geen enkele internationale scheidsrechter met een FIFA-badge heeft. Hij hoopt met deze wedstrijd, als hij die tenminste afmaakt, zijn FIFA-badge te verdienen. Hij heeft al 1A in het land hiervoor gefloten. Geruststellende woorden van Ruud Gullit. En een functionaris van het Feyenoordstadion en Joop Vervoort, de scheidsrechtersbegeleider van de KNVB. Naar aanleiding van het incident dat u hier ziet. Verschrikkelijk, dat is het enige woord voor het gedrag van deze onverlaat. En de arme Andreas Garitou, de doelman van Omonia, in zijn 6e interland. Hij hoeft geen komedie te spelen. De wisselspelers van Cyprus zijn bij hem. En hij wordt geholpen door de tweede trainer, Annex Masseur. En nu is het plotseling stil in de Rotterdamse Kuip. Older Ruiter, de assistent bondscoach, op het veld om in ieder geval het Nederlands elftal, dat zo goed op toeren was na die snelle treffer, weer scherp te krijgen. Want, hoewel dat secundair is, het ritme van een ploeg wordt door een dergelijke onderbreking gebroken. Rinus Michels berust. Kijk nog maar eens. Dat was niet niks. En de vraag is of Andreas Garitou nog terugkomt. Het mag eigenlijk al een wonder heten dat Philippi de beide ploegen niet naar de kleedkamer heeft gecommandeerd.
zal ongetwijfeld KNVB een behoorlijke boete opleveren ook. De Belgische UEFA-waarnemer Delcour uit België, de oud-scheidsrechter, zal hier ongetwijfeld melding van maken. Jij begeleidt de scheidsrechters bij dit soort grote wedstrijden. Wat is precies gebeurd en wat gaat meneer Filippi doen? Meneer Filippi wil even overleggen en wil kijken wat de aard is van de eventuele blessure van de doelverdediger. En dat moet in alle rust gebeuren. Nu zijn de medische mensen erbij en die kijken even. En daarna zal het beslissen. Dit is echt een grote paniek, dat hebben we nog nooit meegemaakt. Heel erg jammer. Dat in zo'n ambiance hier met zoveel geweldige supporters op de tribune, dat gebeurt. Maar laten we het beste ervan hopen, even wachten. Wat moet een scheidsrechter doen volgens de reglementen nu? Nou, ik denk dat ik dat op dit moment niet wil bepalen. Want daar zijn de deskundigen nu even met de scheidsrechter over bezig. Ik doe niets anders dan de scheidsrechter begeleiden. En ik denk dat ik eraf moet blijven om op dit moment commentaar over iets te geven. Dus graag even wachten en laten we hopen dat we door kunnen gaan. Je beïnvloedt hem niet? Je gaat hem niet beïnvloeden? Nee, ik denk dat dat helemaal buiten het geheel staat. En hier is meneer Delcour, dus ik denk moeten we nu even wachten. Ja? Even ten Apel in gesprek met Joop Vervoort. De oud-scheidsrechter die voor de KNVB de scheidsrechters voor het Nederlands elftal begeleidt. En dit is de trieste afgang van Andreas Garitu van Omonia Nicosia. Het slachtoffer van, en zet u het maar naar believen al dan niet tussen aanhalingstekens, van een gek. André van der Louw, de voorzitter van de sectie betaald voetbal, doet vanaf de rand van het veld een oproep. Cyprus, want 57.999 Nederlanders hier in het stadion hebben nu sympathie voor Cyprus. Ook Leo van der Krop, de Nederlandse scheidsrechtersbaas, lid van de scheidsrechterscommissie van de UEFA, heeft zich in de gesprekken gemengd. En zo gaat een avond die eigenlijk niet stuk kon, toch een grotendeel stuk. Hans Schilhaus. Ruim 10 minuten ligt de wedstrijd al stil. En wat trekt Filippi, de scheidsrechter, met Delcour, de officiële waarnemer van de UEFA, voor conclusie? Er is nog enige hoop voor de wedstrijd, omdat hij de ploegen nog niet naar de kleedkamer heeft gecommandeerd. Maar ervaringen in Nederland leren dat dat eventueel alsnog gebeuren kan.
En zo gaat de naam van het Nederlands voetbal, dat zo in de lift zat gezien de resultaten van de 5 Nederlandse deelnemers aan de Europa Cup toernooien, gezien de naderende kwalificatie van het Nederlands elftal voor het eindtoernooi volgend jaar juni in West-Duitsland, over heel Europa te grabbel. Ja. Nou, dat is het bezoek van Jo van Marle, voorzitter van de KNVB en penningmeester van de UEFA, of de gang hier vrijgemaakt kan worden. En dat willen we natuurlijk, want hier komt de keeper van Cyprus, die er inderdaad echt aangeslagen uitziet, maar hij heeft geen verwondingen. De man is natuurlijk volslagen dizzy, dat is te begrijpen. De heren van de pers die kant op doorlopen. De keeper van Cyprus die dus behandeld is. Man is volledig aangeslagen en gechoqueerd. En aan de verzamelde pers hier in de catacomben van het Feyenoordstadion wordt terecht het verzoek gedaan om de druk wat van de ketel te halen. Maak het vrij dat dan die begint. Perstribune, dan kunnen we. Zodat de wedstrijd weer verder kan gaan. En daar lijkt iedereen mee gebaat te zijn. En buiten heeft zich inmiddels alweer Fred Delcour gemeld met Leo van der Kroft, die niet van zijn zijde wijkt. En alleen al toen de tunnel openging om Delcour toegang te verschaffen uit de catacomben tot het veld, ging er een gejuich op. Zei het dat het gejuich meer uit opluchting kwam dan uit echte vreugde. Want het is verbazend, verwonderlijk en misschien zelfs wel verheugend tegelijk, voor zover er in dit verband van die term gebruik kan worden gemaakt, hoe het publiek zich verder realiseert wat de consequenties zouden kunnen zijn van deze gekke daad. Hier zijn ze, de elf van Cyprus, met in het geel Andonis Kleftis, de doelman die de plaats moet innemen van de arme Garitou. De doelman die nog nooit een interland voor Cyprus speelde. 28 jaar. Met de Cypriotische spelers en met het bestuur van de voetbalbond in Cyprus. Daarbij speelde ook de blessure van de keeper een rol. Het overleg heeft ertoe geleid. André van der Loo die onderbroken wordt door de rentree van de spelers van Cyprus op de grasmat. Nummer 12, Antonis Kleftis, speelt voor Paralimni, een club die ooit eens Jong Oranje ontving voor een kwalificatie in het land die Jong Oranje op Cyprus moest spelen, in het zuidoosten van het eiland. En zelden zal er zoveel sympathie zijn geweest voor een bezoekend elftal en specifiek voor een wisselspeler als voor deze Cyprioten en deze Kleftis. En inderdaad, petje af. Op 4 minuten na, een uur geleden, werd de wedstrijd stilgelegd.
En onder het toezicht ook van Marinus Michels warmt de Nederlandse ploeg zich op. Delcour wenst Filippi succes en sterkte dat hij nodig heeft, want een half uurtje geleden stond deze 35-jarige Luxemburger zo te zien het huilen nader dan het lachen. Maar wie zou onder die omstandigheden anders hebben gekeken en gereageerd? Kleftis krijgt onder het toeziend oog van de assistentcoach, de coach ook van AEL uit Limassol, een warming-up van Miamiliotis. En hier aan de andere kant van Breukelen. Van Cyprus, de coach rechts, ook zeer duidelijk aangeslagen in zijn eerste interland. Deze taak is Haralambous. 43-jarige in het dagelijks leven accountant. Met een scheidsrechtersbal is de wedstrijd hervat. Publiek kiest voorlopig partij voor Cyprus. En de sympathie voor deze Kleftis en zijn 10 medespelers is begrijpelijk. De stemming van 10-10 is helemaal weg en begrijpelijk. Mavroudis vliest de bal aan Gullit. Overtreding van Pitas, een van de mandekkers. Savidis, enige speler van Cyprus. Hij krijgt een vrije trap mee. Overtreding Ronald Koeman. Enige speler van Cyprus die in het buitenland speelt bij AEK Athene. Sinds het begin van dit seizoen. Misos, de centrumverdediger. De aanvoerder die zich ook een andere rentree op de Nederlandse velden gedacht had. En hij schijnt echt de beste speler in de Italiaanse Serie A van het moment te zijn. Met afstand, zo verzekeren alle Italiaanse collega's die ook hier aanwezig zijn, omdat elke beweging van Gullit in Italië voorpagina nieuws is. Van het schip. Tegenover Miamiliotis nu. Geen overtreding, vindt de scheidsrechter. Miamiliotis kan verder. Van Aarle, Vanenburg,
Van Aarlen. Bosman bijna. Eerste goede werk van Klefkies. De debutant tegen Willendam. As van het veld, Bosman die de bal niet aanneemt. Van Tichelen had maandag, toen hij zich meldde in Noordwijk bij de selectie, last van een blessure die hij afgelopen zaterdag opliep in de wedstrijd tegen Sint-Truiden met Anderlecht. Koeman haalt het niet. Het Nederlands elftal dat wel wil, maar toch ook het ritme is kwijtgeraakt door de gebeurtenissen. Gullit. En uiteraard heel Cyprus terug op het laatste kwart van het veld voor Kleftis. Van Tichelen. Tekort voor Vanenburg. Aanvoerder Jan Koudakis terug op Kleftis. Overtreding van Aarle, slachtoffer George Savides. Vrij trap van Pitas. Eerste schot van de Cypriotische zijde van Sava. De man die in december steeds Ruud Gullit voor de voeten liep. En nog niet iedereen schijnt doordrongen te zijn van de ernst van de situatie. Want ik maak me sterk dat als het Nederlands elftal op Cyprus zoiets overkomen was, dat Nederland in de kleedkamer gebleven was. Maar verhoudingsgewijs is Nederland op Europees voetbalgebied nou eenmaal net een maatje of wat groter dan dat Cyprus dat is. Dus weegt de Nederlandse diplomatie ook zwaarder dan die aan de Cypriotische kant. Spelbos, Gullit. Koeman, Van Aarle biedt zich aan. Hier. Bosman komt naar de eerste paal, Gullit is achterin. Gullit legt neer, Bosman krijgt de bal niet lekker. Had meer in gezeten. Siloy, Gullit, Koeman en Gullit. Langs de rechterkant, waar hij enige tijd in Italië gespeeld heeft. Maar afgelopen weekend speelde hij in de punt van de aanval bij AC Milan. Savides,
Van Aarle. Muren. Van het schip. Siloy. Muren. Laat Stelbos inschuiven. Want alle Cyprioten zijn terug. Van Aarle met Koeman en Vanenburg. Pitas, hoofd van Spelbos. Safa. Buitenspel, Christofi. De nummer 11 van Cyprus. Bosman. Bereikt Van Aarle niet. Jan Koudakis ertussen. Tribune, de wave die in het voetbal in Mexico geïntroduceerd is, de ronde doet. En Pitas terug op Klefkis. Misos. Van Aarle. Vanenburg wacht. En als Van Tichelen buitenom komt, gaat Vanenburg binnen door. Koeman. Zijn afstandsschot komt nog wel. Kwartier dat bijna vijf kwartier geduurd heeft. Van Aarle. Vanenburg. Bosman. Was toch van ruim 25 meter. Maar recht op Klefkis af. En ook bij het publiek dat
een minuut of 13 geleden nog op de hand van de doelman van Cyprus was. Herneemt het normale gedragspatroon voor Oranje en tegen Cyprus weer zijn normale gang. Vanenburg. Pitas. Jan Koudakis. Spelbos. De man die terugkwam. Door de affaire rond Frank Rijkaard. Frank Rijkaard die zich gisteren weer gemeld heeft bij Ajax-voorzitter Harmsen. Met de mededeling. U heeft me teruggeroepen en ik ben er weer. Maar verder zijn er in die affaire nog geen ontwikkelingen. Zo verluidt het uit Ajax-kring. Spelbos zoekt naar Gullit. Koeman op de as van het veld. 1-2 met Bosman. Socrates ertussen. Gullit. Die lange pas die hij bij PSV zo goed ontwikkeld heeft. Gullit! Eerste corner van Nederland is het gevolg van deze actie. Bosman die neerlegt. En Gullit die er dan nog net bij komt. Arnold Muren met links vanaf de rechterkant. Vanenburg. Gullit. 2-0. Ook zoals hij voor rust in de wedstrijd op Cyprus in december hoog boven de tegenstanders uitkorende. Nu in de 20e minuut van de speeltijd het doelpunt van de aanvoerder Ruud Gullit. Niet houden. Voorzet Vanenburg. Gullit raak 2-0. Spel aan Cypriotische kant bij Mavroudis. Voor Ruud Gullit was het in zijn 31ste interland. Zijn 11e doelpunt voor het Nederlands elftal. En daarmee komt hij al aardig hoog op de topscorerslijst. De topscorerslijst alle tijden waar hij nu het gezelschap van Ruud Geels en Piet Keizer. Die op 11 doelpunten zijn blijven steken heeft. Maar Gullit heeft nog even. Hij is per slot pas 25.
Koeman. Vanenburg. Nederland gooit. Van Aarle. Nieuwe corner Nederland, de tweede. Buren deed het met links van de rechterkant. Bij Vanenburg gaat dat andersom. Nummer 3. Heel Cyprus terug in het eigen strafschopgebied. Mia Miliotis kopt. De derde binnen een minuut. En Kleftis krijgt een vrije trap. Hinder in het doelgebied. Indirect genomen door Sokratus. Koeman, Bosman, Willet. En nu de bal in het strafschopgebied brengen voor het daar te druk is. Vanenburg beseft dat. Bosman neemt aan en zet in. Klept de slag al, maar de bal rolt naast. Bosman die de ruimte krijgt om de bal aan te nemen, wat hem in Nederland niet zo makkelijk zal lukken. Koeman. Van Schip. Muren. Sava. Tichelen hield de linies gesloten. Jan Koudakis verdedigt weg. En een nieuwe ingooi voor Nederland. Het laatst geraakt door Christofi. Verwachte beeld. Nederland valt aan. Cyprus verdedigt. De paas van Spelbos over Gullit heen. Mavroudis. Maar Cyprus is nog niet bij Van Breukelen geweest, behoudens dan dat schot van Sava dat overging. Spelbos. Dat is het probleem als het daar zo druk is. Nederland moet voorkomen dat het elkaar in de weg gaat lopen. Bosman legt neer. Van Johnny van het Schip. Nee, Arnold Buren, natuurlijk. Goed neergelegd door Bosman. En een hoekschop, want Kleftis kwam eraan. Hier nog eens. Goeie redding. Hoekschop nummer 5. Buren. Siloy speelt bij zijn club, Racing Club de Paris, aan de rechterkant. In het Nederlands elftal dus op links.
Van Aarle maakt het te moeilijk. Van Tichelen krijgt de vrije trap tegen. In de rug van Savides. En Michels is blij dat er weer gevoetbald wordt, want dat is waar hij voor ingehuurd is. Spanenburg raakt de bal op laatst. Koeman, weer zo'n lange paas. Bosman is weg. Hier opnieuw Bosman. Vanenburg. Muren. Bullet. Veldbreed houden. Een ander parool. Van het schip. Muren. Bullet buitenspel. Sava, Bosman, Gullit. Vrije trap, voordeel Johnny Bosman. Die gretig is omdat hij weet waar hij toch al de plaats van Basten inneemt. Dat voor zijn positie de hete adem van Hans Schilhaus in zijn nek zit. Johnny Bosman, dit is Arnold Muren. Van Aarle, Vanenburg. Spelbos. Muren. Van Schip tegen Mia Miliotis. Voorzet Gullit. Niet moeilijk, kopbal van Aarde. Koeman opent. Van Aarle is weg. Voorzet van Aarle. Bosman niet. En nu is de paniek pas over. Als een duveltje uit een doosje steeds die Van Aarle aan de rechterkant. Merkwaardige loopbaan in de ploeg gekomen in het Nederlands elftal. In de plaats van de geblesseerde Jan Wouters. En daarna met de wedstrijd beter. Vrije trap van Jan Goudakis. Maar via het hoofd van Savides buiten de lijnen. Koeman. Gullit. Koeman. Van Aarle. Van Tichelen. Spelbos. Krijgt alle ruimte op de as van het veld. Koeman. Kleftis.
Recht op Vanenburg die uittrap. Balverlies was bij Gullit. Sava en Gullit herstelt het zelf. Een echte aanvoerder. Vanenburg. Bosman. Was een corner via het hoofd van Misos, dacht ik. Maar Filippi ziet dat anders. Nog even kijken. Hoe dan ook. Doelschop. Misos. Christofi. Sava. Spelbos. Overtreding van Tichelen tegen Savides. Lefties is ook geblesseerd, gebaart hij. Daarom trapte hij de bal buiten de lijnen. Of in ieder geval, zijn schoeisel is niet in orde en dat herstelt hij nu. Michels gebruikt de blessure als een time-out. Vanenburg, Gullit. Muren. Van het schip. Zoek Gullit maar weer. Die legt neer. En nu Koeman. Vanenburg. Ziet de bal opstuiten van Tichelen dan. Dit is het moment dat Vanenburg niet kon uithalen voor een schot. En toen voor het alternatief koos. Adrie van Tichelen. Spelbos. Altijd met dat niemandsland voor zich. Koeman. Stuurt Vanenburg weg. Pita glijdt de bal over de zijlijn. Van Aarle. Bosman. Vanenburg. Scherpe voorzet. Maar als de doelman Kleftis zich daarop verkijkt, toch nog bijna een kans voor Gullit. Voorzet Vanenburg. En Kleftis die zich erop verkijkt. Hoekschop. Van Tichelen. Muren. Van Tichelen. Moeilijk voor Bosman. Maar lekker voor Spelbos.
Bal los en vast voor Van Aarlegeris. Rondspelbos. In zijn 21ste interland. Het is in een lange carrière, want ruim 7 jaar geleden maakte hij zijn debuut voor het Nederlands elftal, Spelbos. Savides. En oprapen voor Van Breukelen. Muren. Safa. Maar het balbezit van Cyprus leidt nooit echt ver. Van Schip brengt de bal. Bosman. Van Aarle. Achter Koeman. Van Tichelen brengt Nederland terug. In balbezit tot 2 man toe. Van Aarle. Muren. 1 tegenstander uitgespeeld. Mavroudis. Door de benen van Siloy. Leuk succesje. Van Aarle stuurt Nederland weer in voorwaartse richting. Vanenburg. Met de versnelling langs Pita's en de voorzet. En het is 3-0 Bosman. Feest na de versnelling van Vanenburg die hem langs Pita's bracht. En Bosman die voor de 2e keer de roos raakt. En al bij al is natuurlijk zo, die kwalificatie voor het eindtoernooi in West-Duitsland zeker. Tenzij dat incident in het begin van de avond tot zeer kwalijke gevolgen leidt. Want dat voorbehoud moeten we steeds maken. Spelbos. Vanenburg. Van Tichelen komt buitenom. Jan Koudakis. Savides. Spelbos. Vanenburg. Krijgt van de grensrechter de inworp. Spelbos. Weer die zee van ruimte voor hem en dus maar weer de gelegenheid om te schieten. Van richting veranderd en 4-0 via Socratus. Daar was geen oude aan voor Kleptis. Want na 41 minuten staat het 4-0. Het is Spelbos zijn eerste interlanddoelpunt. Hij probeerde het al eerder en nu was het raak. Omdat via Socratus de bal achter Kleptis verdween.
Buren. Gullit. Tegenstander kwijt. Christoforou in dit geval. En nog eens, voorzet. Hoofd van Misos. Maar Gullit voorkomt zelfs het uitverdedigen en krijgt dan de vrije trap. Overtreding van zijn tegenstander Christoforou. De debutant bij Cyprus. Die de lastige en onaangename taak heeft om Gullit vanavond te bespelen. Buren de vrije trap. Barenburg brengt terug. Te scherp. Christophe. Gullit. Alleen met vier tegenstanders voorin. Nu komt Bosman erbij. Hoekschop via Christoforou. Vast procedé. Corners van rechts van Muren. Van de linkerkant van Vanenburg. Ook Spelbos was mee voorin. Muren. Vanenburg. Wil het er net niet bij. En dan gaat de bal langs de paal. En weer heeft de doelman problemen. Vul het net onder de bal door. En opnieuw moest Kleftis het een en ander aan zijn uitrusting repareren. Terwijl Nederland alweer een aantocht is. Vanenburg. Doelschop. Via Van Aarle. En het is op de seconde af. Rust 4-0. De kwalificatie is halverwege al zeker voor het eindtoernooi in West-Duitsland. Met een bittere smaak in de mond, dat wel. We gaan voor het vullen van de rust om te beginnen terug naar de studio in Hilversum. Naar Heinze, die daar lang genoeg op heeft moeten wachten. Een rustig hoekje in het Feyenoordstadion. Een rustig hoekje om ook even tot rust te komen met twee officials. Met André van der Lauw, voorzitter van de sectie betaald voetbal van de KNVB. Met Jo van Marle, voorzitter van de KNVB. En, dat is in dit geval niet onbelangrijk, penningmeester van de UEFA. Meneer van der Lauw, het begon allemaal prachtig. Met een goal binnen de minuut. Ja. En het feest kon beginnen. En toen, hoe ervoer u wat er toen gebeurde? Wat ik waarnam is dat er een projectiel het veld opvloog met een daverende knal en dat daar de keeper zeer begrijpelijk overigens op reageerde. Wat er toen precies medisch gebeurd is met de keeper, daar blijf ik buiten. Ik ben een paar keer bij hem geweest overigens. Hij lag gestrekt, zeer aangeslagen. Het laatste nieuws is overigens dat hij medisch niets, en dan citeer ik uit medische bron, dat hij niets lijkt te markeren. Zijn oog is wat rood. Misschien gaat hij voor alle zekerheid langs het oogziekenhuis, maar voor het incident, ja, daarvoor kan je natuurlijk geen goed woord over hebben. Het zag eruit als een prachtig voetbalfeest, dat had het ook kunnen worden. Maar wat moet je zeggen, één gek, één vandaal, één misdadiger, laat het niet emotioneel zijn, vernielt daarmee toch het feest voor velen. En tast de naam van het Nederlandse voetbal aan. En welk succes we vanavond ook bereiken hier, we gaan denk ik toch, de meesten gaan met een kater weg. Het enige wat me een beetje goed deed, maar een beetje, want het lukte mij niet echt meer om vrolijk te worden, is dat je wel ging merken nu dat een heel groot deel van de supporters zich tegen die vandalen gaat keren.
En dat is bij alle somberheid een klein lichtpuntje. En ik hoop van harte dat we daar iets van leren. U ziet die bom ontploffen, dat projectiel vlak voor die keeper. Met een geweldige rookontwikkeling, een geweldige knal. Wat denkt u dan? Daar gaat ons avondje voetbal. En denkt u ook al meteen aan sancties en aan straffen? Je denkt op dit moment alleen maar wat een schande voor het voetbal. Dat is het eerste wat gebeurt. En het tweede is, je ziet de Cypriotische spelers daar op reageren. Buitengewoon angstig geworden ook. Helemaal pure consternatie. We zien hier opnieuw die beelden. Nou, het is begrijpelijk dat die je niet ongeschokt laten. Het eerste wat ik daarna heb gedaan is contact te zoeken met die Cypriotische spelers. En vanaf dat moment is er enige discussie ontstaan tussen de spelers zelf of er wel of niet zou doorgaan. Dat was buitengewoon belangrijk dat de Cypriotische spelers opnieuw het veld op zouden komen. Want ik kan het niet overzien, van Marlen misschien wel, wat er had gebeurd als zij onder deze omstandigheden geweigerd hadden te spelen. Nou, vervolgens is er ook bestuurlijk overleg geweest, maar er is ook Van Marlen bij betrokken geweest, dus die kan daar misschien nog iets over zeggen. Dat ga ik zo doen, maar u ging direct naar de stadionmicrofoon en u sprak zeer geëmotioneerd, sprak u de toeschouwers toe. Ik dacht op een gegeven moment, dit zou zijn laatste toespraak wel eens kunnen zijn, hij stopte mee, want ja, dit kan hij niet meer dragen als voorzitter van het experimentaal voetbal. Ik dacht dat, het was geen gespeelde emotie, maar ik heb mijn woorden zorgvuldig gekozen. En ook in rust gekozen, maar als u allemaal gezien heeft dat het van binnen kookte en dat ik dat ook over wilde brengen naar het publiek, dan heeft u daar gelijk in. En ik vond dat ook nodig op dat moment. En ik hoop ook niet meer dat het hoeft te gebeuren, maar als dat opnieuw nodig zal zijn, zal ik het opnieuw doen. En door dit soort gebeurtenissen wordt bij mij niet gestimuleerd om op de vlucht te gaan, maar juist uit alle macht te proberen om het Nederlandse voetbal tegen dit soort krankzinnige vandalen te beschermen. Dus het is bepaald niet probleemloos. Ik had hier ook gewoon een leuke voetbalavond willen beleven. Maar het is bepaald niet zo dat ik zeg, nou, we zoeken het dan verder maar uit. Want dat zou ik toch wat laf vinden. Ja, meneer Van Marlen, even snel naar u toe. U bent ook penningmeester van de UEFA, bestuurslid dus. Wat zijn nou de sancties? Want ik kan me herinneren dat bij Jong Oranje al eerder eens een keer iets is gebeurd met een Luxemburgse keeper. En toen is Jong Oranje gedisqualificeerd. Kan dat met het Nederlands elftal ook? Nou ja, u weet natuurlijk dat dit nu verder een zaak gaat worden voor de strafcommissie van de UEFA, die binnen niet te lange tijd bijeen zal komen. En ik hoef u niet te zeggen, dat weet u ook uit ervaring, welke mogelijkheden een strafcommissie heeft om incidenten zoals ze vanavond zijn voorgekomen te bestraffen. U weet, dat zijn tal van mogelijkheden. Dat kan zijn een geldboete, het kan zijn wat u zelf aanhaalt, dat men in plaats van tot winnaar tot verliezer wordt verklaard. Kortom, er zijn allerlei maatregelen te nemen. Ik hoop alleen, en dat is een pluspunt vanavond bij alle minpunten die we gehad hebben, dat is dat in ieder geval de wedstrijd gespeeld wordt. Want het was natuurlijk nog erger geweest wanneer Cyprus gezegd zou hebben, ja jongens, om te spelen heb je toch 22 spelers nodig. Wij gaan het veld niet op, dan was de wedstrijd niet plaatsgevonden. Dat is natuurlijk nog veel erger dan dat je in ieder geval nu kunt zeggen, de wedstrijd is plaatsgevonden, er komt een uitslag en het is ver aan de strafcommissie om te doen en te laten wat ze willen. Ik hoop in elk geval dat UEFA inweegt dat wij, en ik hoop dat we dat ook aangetoond hebben, al het mogelijke hebben gedaan om de orde zo goed mogelijk te handhaven. Ik denk dat het een illusie is dat je die allerlaatste dwaas ook nog kan belemmeren de krankzinnige dingen te doen die gedaan heeft. En ik geloof dat wij, ook als we kritisch naar onszelf kijken, mogen zeggen dat we alles hebben gedaan wat menselijkerwijs mogelijk was om alles goed te laten verlopen. Toen het incident er eenmaal was, om daarna ook voor een goed verloop te zorgen. En ik hoop dat dat door de UEFA wordt ingewogen, maar we wachten in spanning af. Nou ja, wij weten dus ook, en ik wil het toch ook even aanhalen, dat de delegeerde van de UEFA ook inderdaad al zijn invloed aangewend heeft om de wedstrijd te laten doorgaan. Ja. We hebben ook als UEFA te dienen dat je te maken hebt met 60.000 toeschouwers. En wanneer wij de wedstrijd hadden moeten staken, dan was het natuurlijk een volgend probleem voor het Nederlandse voetbal, kort, nog voor de wedstrijd begint zo, maar ook voor het Europese voetbal geweest. Hoe hou je 60.000 mensen in toom die teleurgesteld naar huis moeten? Goed, we gaan weer naar Eddy Poelman en naar de wedstrijd Nederland-Cyprus. Bedankt voor uw komst, heren. Ja. Beide ploegen ongewijzigd teruggekeerd voor de tweede helft. De voorsprong van 4-0 voor Nederland staat. Alles is in principe gezegd over het incident dat zo'n smet over de eerste helft geworpen heeft. Dus laten we ons nu bepalen, zonder het echt te kunnen vergeten, tot het voetbal. Misschien een aanval zoals in het begin van de wedstrijd. Meteen van Akita, Vanenburg de voorzet. En Gullit. Kleft is pareert.
Anders was het meteen raak geweest. Spelbos, Muren. Siloy. Mavroudis. Van Aarle. En nog eens Van Aarle aangespeeld door Vanenburg. Verdediger van Misos en Jan Koudakis. Christofi. Jan Koudakis. Spelbos. Van Schip. Met links in de korte hoek. 5-0. Was even zoeken voor Van het Schip, maar dan had hij toch de ruimte. En klopte die kleftjes. Van het Schip. Die uit nood aan de linkerkant moet spelen. Maar daar ook uit de voeten kan. En nu bovendien met links scoort. Zijn tweede interlanddoelpunt. Het eerste scoorde hij in een uitwedstrijd vriendschappelijk tegen West-Duitsland. En zo zijn dit soort wedstrijden, voor zover er sprake is van een wedstrijd, natuurlijk aardig om de persoonlijke statistieken op te poetsen, zo links en rechts. Gevaarlijk spel van Arnold Muren. En Cyprus realiseert zich dat het achterin even rust krijgt. Mia Miliotis, die al 33 in de land achter de rug heeft, wees van allen. En weer een schot van Sava, die dat ook voor rust van afstand proberen. Muren. Spelbos. Weer zo'n strakke lange paas. Van Aarle, Vanenburg. Vul het niet. Van Aarle, de hand van Sava. Maar Filippi laat doorspelen. Van Tichelen. Spelbos. Mia Miliotis ertussen met het hoofd. Hier opnieuw. Left is de armen. Balvlies Savides. Die hem plomp verloren terugkrijgt. Sava. Mavroudis. En de vrouw. Muren. Even de scherpte bij het Nederlands elftal weg. Sava. Mavroudis. En een fluitsignaal tegen Siloy. Christofi. Aangeslagen. Ja.
De kleine nummer 6 is Jan Koudakis. De aanvoerder van Cyprus die aanbiedingen heeft gekregen vanuit Griekenland, van AEK. Maar steeds op het eiland gebleven is bij zijn club Apollon in Limassol. Maar Jan Koudakis besluit de vrije trap aan een collega te laten. Eventueel aan Sava die van afstand kan schieten. Zo gebeurt dat ook in de muur. Mavroudis. Geen buitenspel daar, nee. Dus de herstelwerkzaamheden van Siloy. Van Schip. Gullit. Sava. Die kennen elkaar nog. De wedstrijd uit december toen deze Sava Gullit voortdurend voor de voeten moest lopen. Koeman, mede topscorer in de Nederlandse Eredivisie, maar voorlopig heeft hij nog maar één interlanddoelpunt op zijn naam. Tegen IJsland in Groningen. Voorzet van Aarle. Gullit er niet bij, want Kleftis was hoger. Koeman. Van Aarle. Panenburg. Met Pitas. Gullit. Bosman die de bal dan over de lijn werkt. 6-0. Het is de 8e minuut van de tweede helft. Vanenburg. Van Tichelen de voorzet. De inzet van Gullit nog een keer door Kleftis. En Bosman aanraakt. Zijn derde vanavond. Tekenend voor hoe het de Cyprioten te moede is. De manier waarop Misos langs de bal trapte en zorgt voor hilariteit tot bij Michels aan toe. Overname Vanenburg die Van Aarle wegstuurt. Bosman legt neer, Gullit komt er niet bij. Van Tichelen houdt Nederland in de race. Mia Miliotis. Van Aarle, Vanenburg. Spelbos. Siloy. Gullit. Christofi weggestuurd door Savides, die nog lucht had blijkbaar. Maar Christofi had geen lucht meer. Ja.
Koeman. Spelbos. Dat centrale duo krijgt alle ruimte. Hier Spelbos de voorzet via Sava. Koeman, rechts is Vanenburg, dat is te ver. Sava. Siloy voor Mavroudis. Koeman, die zo'n goed seizoen maakt bij PSV. Vanenburg. Gullit. Van Tichelen. En Kleftis. Gullit Bosman, maar Koeman niet. Muren. Bereikt Gullit niet. De Christofi, maar dit is Savides te machtig. Spelbos. Gullit. Van Schip. Muren. Van het Schip. Kopschop. Muren komt weer over om de corner op rechts te nemen. 13,5 minuut gespeeld. Kleftis. Spelbos brengt Nederland terug in balbezit. Van Aarle. Voorzet Muren. Kwestie van tijd. Vanenburg. Wilde ik zeggen, een kwestie van tijd voor er weer een gat gevonden wordt in de verdediging aan de kant van Cyprus. Van Aarle herstelt het ongerief dat er bijna ontstond door de lange goede paas op Mavroudis. Maar de handelingssnelheid van Nederland is minstens één tempo hoger dan dat van de mannen van het eiland Cyprus. Koeman heeft het niet helemaal. Dat blijkt uit zijn passes, uit het feit dat hij nog niet een echt goed afstandsschot afgeleverd heeft. Maar verder heeft het Nederlands elftal daar geen hinder van. En Koeman, hij werkt wel, zoals hier. Bosman, Koeman. Van het Schip op zoek naar Gullit. Siloy, vastgehouden, vrije trap, overtreding, Savides. Koeman. Dit is wel een goede paas en hier is Bosman. Het boekje.
nog mijn woorden dat hij het niet helemaal heeft, want dit was een perfecte aangever. Gullit die de lange paas op het hoofd neemt. En Bosman zijn vierde, de zevende voor Nederland. En dat is lekker. En hoe zal zich dan Marco van Basten hier ergens in het stadion op de tribune voelen? In de wetenschap dat hij op de plek van Bosman had kunnen staan. En dat deze avond ook voor zijn in Italië misschien enigszins aangepaste zelfvertrouwen een zeer goede invloed zou kunnen hebben. Dat was het hardste schot dat Van Breukelen tot nu toe te verwerken kreeg. De terugspelbal van Spelbos. Het is duidelijk dat de Cyprioten nu al snakken naar het einde. Want alles loopt bij ze terug. De conditie, de motivatie. En de duizenden zien nu toch dat de 10 weer redelijk dichtbij komt. Foutje bij Van Tichelen. Die herstelt dat ten koste van een overtreding. Slachtoffer was Savides. Bijna geel. Jan Koudakis zet een vergadering op touw voor de vrije trap. En schiet dan vervolgens in de muur. Spelbos. Gullit. Het is nu echt spelen met de tegenstander. Van Tichelen, Gullit. Bosman. Muren legt neer, te ver voor Gullit. Arnold Muren. Weer van de eerste 3 minuten keer terug in het stadion. Siloy weggestuurd van Schip. Bosman weer. Kleftis. Voorzet Siloy. Bosman die alle ruimte krijgt, behalve van Kleftis. Toeschouwers zijn niet van plan om hun avond door die ene dissonant te laten bederven en geeft ze eens ongelijk. Van Aarle, pendeldienst op rechts, hoekschop.
Arnold Muren, de 36-jarige, was bezig aan zijn 14e interland in een lange carrière. En dan zal hij toch als inmiddels 37-jarige nog in een groot toernooi optreden, Arnold Muren. Via het hoofd van Misos, een nieuwe corner. Muren die zijn eerste interland in april 78 speelde in Tunesië. In de aanloop naar dat wereldkampioenschap. Van Breukelen bewaakt het niemandsland. En op Cyprus weten ze wat dat is. De demarcatielijn tussen het Cypriotisch Grieks en het Turk-Cypriotische gebied. Hier is Gullit. Langs de tegenstander. En bingo nummer 8. Als ik goed verteld heb. Dat klopt. Nummer 5. Voor Johnny Bosman. Gullit speelt met zijn tegenstander Christoforou. En Bosman bij de eerste paal. Met de landgoals. Dat zou wel eens een uniek gegeven kunnen zijn. En er is nog een kwart wedstrijd voor de boel. Mia Miliotis. Cypriotisch voetballer van het vorig jaar gekozen, deze nummer 3, speelt bij zijn club Apoel aan de linkerkant, maar moet dit nationale elftal aan de rechterkant spelen. Vrije trap in het voordeel van Christofi, overtreding van Arnold Muren. Mavroudis, Mia Miliotis, Muren. Bosman is er eerder bij dan de doelman Kleftis. Vanenburg voorzet. Misos komt weg. Nu kan wel terug. Pitas die dat deed. Muren. Spelbos. Bosman, Koeman, nu dan. Vuisten van Kleftis. Gullit raakt de bal niet lekker. Ronald Koeman, hij raakt in de goede richting. Savides. Tegen een numerieke overmacht van wie Van Pichelen het fluitsignaal tegenkrijgt. Thank you.
Het Cypriotische elftal gaat achteruit voetballen. Bovendien bezig om een nieuwe kracht in de dugout te recruteren. Dat zal Pansarias zijn. Panenburg. Gullit. Bosman. Gullit weer hoog. Koeman niet door Sava. Maar de opsluiting is weer bijna compleet. Koeman. Bosman. Punt nu ook een ander is wat. Daar was Gullit wat door verrast. Koeman. Bosman. Combinatie met Gullit. Bosman. Gullit terug. Hoekschop. Wissel aan de kant van Cyprus en het is inderdaad Kyriakos Pantsarias, de nieuwe man. Broer van de voormalige aanvoerder, Nikos Pantsarias, die na de wedstrijd in het voorjaar tegen Polen met zijn interlandcarrière gestopt is. En hij komt uit een zeer voetbalmijnende familie, want hij heeft ook nog een broer, een andere, George, die ook nog eens international geweest is. Mia Miliotis verlaat voor hem het veld. Vanenburg moet wachten, omdat er ook nog ander op onthoud is. Dat is aardig. Want we hebben de Cyprioten net hun tweede wissel geplaatst en nu is er iets mis met Misos. Die blijft toch maar even. Maar Misos is de bewaker van Bosman en die heeft dus niet zo'n leuke avond. Zestien minuten nog. Spelbos. Vanenburg. Gullit. Koeman. Wil nog niet lukken. Maar hard was hij wel. Pantsarias voor het eerst. En Sava heeft ontdekt dat dat een methode is om de seconden en minuten te laten wegtikken. Spelbos. Goeie lange pas. Van Aarle. Ingooi. Vanenburg.
Koeman. Van Aarle de voorzet. Sava. Druk is nu compleet. Omdat ook de terugweg nu afgesneden wordt door Bosman. Van Schip verslikt zich. Schip. Tweede keer binnen een halve minuut. Maar bij de Cyprioten is de pijp leeg. En voor zover ze al een illusie hadden om enig voordeel te halen, zullen ze dat zeker niet voor de laatste minuten van de wedstrijd gehad hebben. Want tussen de semi-profs van Cyprus en dit Nederlands elftal is het verschil natuurlijk groot. Koeman over Bosman heen. Van Aarle. Rugdekking Socrates, maar terug kan niet. Bosman. Goed gedaan, Bosman. Het doelpunt is Spanenburg niet gegund. Maar ze zijn hardleers, die Cyprioten. Want Bosman schermde toch echt de terugweg naar Kleftis af. Deed het vervolgens ook goed. Maar Spanenburg zag zijn kopbal van de lijn gehaald door Misos. Spanenburg de hoekschop. Kleft is niet vast. Koeman. Geen buitenspel, Vanenburg. Spelbos. Had toch alle ruimte. En zo wordt het nooit 10. Cypriotisch pauzenummertje. Voor twee personen met in de hoofdrol Antonis Kleftis. Die er 7 van de 8 om de oren gehad heeft. Maar Kleftis heeft er geen bezwaar tegen dat de wedstrijd even stilvalt. Spanenburg. Gintje, de route! Bosman. En het is weer zoeken naar het gaatje, maar Gullit vindt het niet. Minuut of 9 nog te spelen. En zo durft Cyprus misschien te hopen dat de dubbele cijfers in de koffer blijven.
Maar misschien dat het dan hard moet hopen. Siloy. Vanenburg. Bosman. Maar dat was al gefloten tegen Vanenburg. Kon er aan dat de zilvervloot nog wel eens binnen kon varen. Van Aarle, Van Tichelen, Vanenburg. Bullet komt naar de bal toe en doet het zelf. Goede reactie van Kleftis met één hand. Kleftis had er duidelijk niet op gerekend in de wedstrijd te komen, gezien alle mankementen aan zijn uitrusting. Vanenburg. Spelbos wilde verlengen bij de eerste paal. Nieuwe corner. Hoekschoppen is het 14-0. Spelbos bij de eerste paal opnieuw. Muren onderschept heel simpel. Bosman kwam terug van buitenspel, vond de grensrechter, maar Filippi negeert het vlagsignaal, dus Vanenburg gul het er niet bij. Vrije trap in het voordeel van Cyprus en dan gaat Nederland wisselen. Ruud Gullit, licht aangeslagen, gaat eruit en Hans Schilhaus krijgt zijn debuut. Zij het, 5,5 minuut in het Nederlands elftal. Hier de afmars van Gullit die de aanvoerdersband heeft overgedragen aan Ronald Koeman. En een dankbaar applaus is Gullit deel. Vanenburg. Misschien dan de laatste 5 minuten toch nog een demarrage bij Oranje. Maar de voorzet van Van Aarle heeft niet de goede maat. Koeman. Vanenburg. Het eerste balcontact van Gilhaus blijft nog even uit. Sava. Van Tichelen. Spelbos. Nu Gilhaus.
Siloy. En nog een Siloy. Tilhaus van het schip. Kleptisch. Behoudens administratieve veranderingen. Naar aanleiding van wat inmiddels genoeg besproken is, gaat Nederland zich dus voor het eerst sinds het Europees kampioenschap 80 voor een groot toernooi plaatsen. Het wereldkampioenschap in 82 ging aan de Nederlandse neus voorbij omdat Frankrijk in de weg stond. Frankrijk dat toen in de halve finale in dat toernooi uitgeschakeld werd, dat wel. Het Europees kampioenschap 4 jaar geleden ging aan Nederland voorbij door Spanje. En die werd ze tegen Malta. Toen haalde Spanje de finale. Dat wel weer. En het wereldkampioenschap 86 in Mexico werd Nederland uitgeschakeld door België. Dat in dat toernooi in de halve finale werd uitgeschakeld en uiteindelijk ook vierde werd. Maar die hoge plaatsingen van de ploegen die Nederland de weg versperden, waren maar een schrale troost. Want erbij zijn is een impuls voor het Nederlands voetbal die niet te veronachtzamen is. Christoforou viert het feit dat Gullit eindelijk de wedstrijd verlaten heeft met een kleine rust. En de toeschouwers, ook zij weten dat dit een feestelijke avond voor het Nederlands voetbal is met een inktzwarte en grote rouwrand daaromheen. En ook de ontgoocheling bij deze man, de Cypriotische bondscoach Takis Charalambos, is duidelijk afleesbaar. Hij had zich ook zijn debuut als bondscoach een ietsje anders voorgesteld. Niet dat hij illusies had over het eindresultaat, maar toch. Mavroudis. Van Ciaras. En zo waar. Een kopbal. Savides. En die krijgt een bescheiden ovatie. De blessuretijd is nu ingegaan en het is de vraag hoe lang Filippi er nog bij telt. Trouwens, de laatste keer dat Nederland een Luxemburgse scheidsrechter had met het nationale elftal is ook al even geleden. 13 jaar, toen was het 5-0 tegen IJsland. Wat dat aangaat, moeten we die mensen meer hebben. Vanenburg. Bosman. Nog even zien en blaast hij de wedstrijd tot een eind. 8-0 het resultaat van Nederland-Cyprus met 5 keer Johnny Bosman, Ruud Gullit, Ron Velbos en John van het Schip waren de andere doelpuntenmakers bij de wedstrijd
die, even los van het incident, Nederland gebracht heeft naar het eindtoernooi van het Europees kampioenschap volgend jaar juni in West-Duitsland. Want kijk de stand in groep 5. De 3 punten voorsprong van Nederland op Griekenland kunnen op 16 december in Athene niet meer worden uitgepoetst. Bovendien, Nederland is tot nu toe ongeslagen in deze kwalificatie groep 5. En er zijn maar weinig landen in Europa die dat kunnen zeggen. De feestvreugde op het veld is cool. En zo hoort dat ook na vanavond. Geen herenronde. Zoals oorspronkelijk in het draaiboek opgenomen was. Kom maar jongens. Hans, een eerste reactie Hans. Je wint met 8-0, maar ik kan me niet voorstellen dat je echt blij bent. Nee, je ziet het. Anders denk ik dat we wel een ereronde gelopen hadden. Het is niet anders op dit moment, maar het is verschrikkelijk balen. We zijn gigantisch blij dat het 8-0 geworden is. Maar de vraag is straks, wat gaat UEFA doen? Ik kan alleen maar bidden dat we geen gekke toestanden krijgen. En dat zoals het normaal hoort, dat wij ons plaatsen. Maar wat een volksfeest had moeten worden, loopt eigenlijk uit om een teleurstelling. Ondanks de 8-0 en ondanks de gigantische fijne stad. Ja, want het begon fantastisch hè, binnen de minuut. Ja, dat kunnen we zeggen. Dat was gelijk de band doorbroken. En dan denk je van, nou, dit wordt alleen maar feest vanavond. Zo zat de stemming er ook in. En één keer gebeurt er iets wat je eigenlijk niet voor mogelijk houdt. Wat zou jij gedaan hebben als keeper, als jou zoiets was gebeurd? Ja, ik vind het zo moeilijk. Ik hoop alleen dat die jongen niet safe. Voor de rest kan ik daar denk ik geen antwoord op geven. Nou, het schijnt erg mee te vallen met. Nou, godzijdank. Heb je daar constant gedurende de wedstrijd aan gedacht? Scoren opvoeren, maar steeds aan de mogelijke sancties van de UEFA? Toch wel een beetje, ja. Kijk, er is bij ons in het kleedlokaal ook gezegd van